Ach, kijk nou uit. Alweer 8 glazen. En die vorige zaterdag had ik al 16. Die zaterdag vorige had ik al 36. En dan nog eens een keer achterbovenop in je mik. Nou, u mag het best weten hoor. Op zo'n wijncursus, je werkt je op je lubbers, hoor. Het is namelijk niet alleen de bedoeling dat je alles even deskundig proeft. Maar het is ook uiterst belangrijk dat je over elke wijn een mooie kreet opschrijft in je boekje, in je rapportje. En dat mag u best weten, bij die vorige wijnen schreef ik steeds overal lekker bij. Maar ja, dat mag niet meer van meneer Pierre. Ik heb net reuze op bedonder gehad. Meneer Pierre zegt, Anita, lekker is uit den boze voor wijn. Over wijn spreken we met respect. Hij heeft me ook precies geleerd, bijvoorbeeld, hoe je de wijn moet proeven. Hè? Dat is belangrijk bij wijn. Bij wijn pak je geen glas. Bij wijn hef je. Ik wil wel eens even heffen, dan kunt u zien wat ik bedoel. Hè? Dus, zal u eens een korte cursus geven, hè? Zoals ik hem ook heb gehad. Hè? Dus je heft een glas. Nou, dan gaat ie. Ik hef. Juist. Daarna ruik je ook altijd even het boek, hè? Prima boeken. Ik zou bijna willen zeggen veldboeken. Er is alleen wat zure regen overheen gekomen. En tenslotte moet je de wijn altijd even tegen het licht houden. Nou, daar kan ik natuurlijk nooit bij, hè. En tenslotte moet je dan ook de wijn nog even door de mond laten ruilen. Zodat alle smaakpapillen even worden aangestipt. Dus alle papiertjes op je tong moeten een beurtje hebben. Huh? Dus ik zal het eens aanstippen, dan kunt u zien wat ik bedoel. Huh? Dus ik stip even aan, dan gaat ie. Hm? En als je zo per ongeluk hebt doorgeslikt... niet meer uit te spugen. Zo werkt dat. En daar schrijf je dus een kreet overop in boekje, hè, waar je ervan vindt. Nou, ik heb net niet bewust geproefd, dus we beginnen nu echt. Ik heb hier in Rioja 84. Dus ik ga nu even het glas, rookboeken, licht. En ik ga de boer even laten rollenballen. Daar ga ik in. Gleed mooi soepel, gleed hij weg. Valt ook mooi plat in de maag. Dat is een jonge wijn, dus we schrijven niet overop. Jong en toch soepel. Is toch een mooi compliment. Huh? Zo'n compliment zou mijn echtgenoot ook wel eens willen krijgen. Maar onderhand gezegd, dat blijft heilig. Ja, ja, mijn echtgenoot doet alles voor het figuur, hè. Trimmen, joggen, diëten, maar ja. Hij houdt zo'n uitgelubberd leven. Vanmorgen kwam hij onder de douche vandaan en zegt, Anita, kijk eens naar jouw husband. Dus, ik keek even. Hij zegt, kijk eens waar hier staat. Dus, ik keek even. Hij zegt, hier staat één brok dynamiet. Ik zag je wel, maar met een klein lontje. Ja, ja, ja. Maar we moeten even bij de les blijven, hè, als u weer komt. Want ik heb dorst. Wat hebben we hier? Hier hebben we een zotto neuf du pape. Zwassant neuf. Was dan op de cijfer die flessen wijn die liggen om en om in je keldertje. Ik ga niet even eens kunnen proeven. Dus rookboeken, licht en ik ga weer even de huig masseren. We gaan hier. Geef iets weg voor kassus. Oh, dat is niet tenminste wel een zware wijn, hoor. Zo jong, zeg. Zo jong. Of je lal voor je kop krijgt.
niet overop. Zwaargewicht, mijn linkse hoek. Zwaargewicht, mijn linkse hoek. Ah, jawel. Mijn echtgenoot, hè? Marcel, hè? Die vond het net van het dingetje. Die zegt, Anita, ik vind het reuze dat je naar de winkels schept. Hij zegt, als je me oppast, dat je niet dronken wordt. Ik zeg, nog. Oh, gewoon. Nog, ik ben van mijn langs als lief, ben ik nog niet dronken geweest. Of wil je, nou, wel. Ja, toch één keer. Toen werkte ik nog als tandartsassistente. Mijn vreselijke leuke baas overigens, een typische tandarts wel, hij trok met zijn been. Maar desalniettemin, een fijn vent. Ik zeg, vraag Marcel, die kat van ons, als die binnenkomt, die heeft nog maar één oog. Toen zegt hij, nee, Anita, die kat gaat naar buiten. Ja, om lang verhaal kort te maken, hè? Ik ben mijn baas op, tandarts. Ik zeg, Paul, het spijt me enorm, maar ik kom vandaag... Echt, niet kon werken, hè? Hij zegt, dat geeft niks aan niet, hè? Want het is toch zondag. Maar ja, blijf even bij de les. Wat heb ik hier? Het Baron Rottweiler. 54. Dat is een oude, zeg. Ik had net ook zo'n oude wijn erbij. Stop eens die oude troep ertussen. Nou ja, ik heb een glas. Ik ruik het boek, hè? Licht en geluid. En ik ga weer even de huig laten wapperen. Verrukkelijk zeg. En dat is een oude knar. Schrijf er niet over op. Opa is nog goed te been. Deze opa wel, maar die vent van Vleewijk. Heb ik al verteld? Vent van Vleewijk. Zo'n type, hè, die kwam echt naar de cursus enkel en alleen maar om te zuipen. Kijk ze zo te zuid. En ik zag het wel. Die vent die ging de deur uit. Vroeg. Als een konijn. En ik zie hem op een gegeven ogenblik, zie ik hem staan, onder schijnsel van warmpaal. Ja, ik kwam het licht eruit. En toen zag hij tegen mij, hij zag een vrouw, kunt u misschien zien wat ik in mijn linkerhand heb? Dus ik keek zo, ik zeg, dat spijt me enorm, maar ik zie helemaal niets. Hij zegt, dan sta ik toch in mijn broek te zeiken.